Wat zijn precies de problemen waar u mee te maken heeft hier bij het Olde Manege Paard? In hoofdzaak is het de vrijwilligers en ja, de geldkwestie, zeg maar. Wij hadden dus een groep vrijwilligers die, met een beperking. En die zijn dus nu twee maanden een beetje weg, anderhalve maand. En die hadden bij huis, kregen ze dus meer werkgelegenheid plus bezuiniging. Dus toen was dat over. En nu hebben we een klein groepje van zo'n 10 mensen die toch vrij geregeld of zelfs vaak dat ze komen als vrijwilliger. Maar als je nagaat dat het op 44 paarden plus daaromheen eigenlijk dat je een stuk promotie wil, dan kan iedereen wel nagaan dat er veel te weinig vrijwilligers nog zijn. Als je het goed wil doen, dan zou je ook de zorg voor de paarden 3 à 4 vrijwilligers minimaal per dag moeten hebben. Voor €80 gemiddeld in de maand kunnen we een paard verzorgen. En daar komt dus nog maar misschien een derde komt daar van binnen. Dus dan kun je al bijna nagaan dat, dat de nood wel hoog is af en toe. Wat kunnen de gevolgen zijn van die financiële problemen? Zoals het er nu voor staat, dan en je gaat nu en in de toekomst ga je kijken, dan zeg je ja, dan is de opvang van het manegepaard is niet mogelijk in die zin, zo wat ik het bedoeld heb, van een paard die verdient gewoon zijn oude dag, zijn uitgewerkte dag. En dan is daar gewoon geen geld voor. Het betekent niet, want dan moet ik voorzichtig mee zijn. Want er zijn nu ook al mensen die ook al eens een keer wat gehoord hebben dat er geen geld was. Dat ze zeiden, oh stoppen jullie. Nee, dat niet. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar willen we op een, toch op een goede manier door kunnen gaan. De dieren de goede verzorging kunnen geven. Dan is het gewoon keihard nodig van dat er aan de weg getimmerd wordt. De goede oplossing waar je echt wat aan hebt, dat zou dan moeten zijn dat in de manege dat er een oude dagsvoorziening komt. En dat zij daar zeggen van wij weten een paard die gaat soms al wel met binnenkomst. Die weet zoveel jaar, kan zo'n paard mee. En dan dat daar al een spaarpot voor opgebouwd wordt. Dat er zeg maar een paardenpensioenfonds is.